Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie een nieuwe trendeditie gaan uittesten, namelijk de trendeditie Everlasting Blooms van Essence. Deze ligt op het moment in de winkels bij Kruidvat en Trekpleister en het leek mij wel leuk om met jullie te gaan kijken of deze collectie zijn geld ook waard is en of het de moeite waard is om deze producten aan te schaffen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze producten en of het dus waard is om hiernaar te gaan kijken, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik wil allereerst beginnen om wat extra informatie te geven over deze trendeditie. Deze trendeditie is eigenlijk helemaal geïnspireerd op de lente en op bloemenkleuren. Dat zie je ook wel een beetje aan de producten, want ze hebben dus echt hele vrolijke kleuren. En ze zijn dus helemaal geïnspireerd op het bloemenseizoen eigenlijk. De producten zijn wederom ook heel betaalbaar. Ik zal de prijzen van de producten ook even in beeld neerzetten, zodat je weet wat ze kosten. Ik heb 5 producten die Ik heb 5 producten gekocht. 4 daarvan ga ik met jullie testen. 1 daarvan heb ik al getest, maar dat ga ik je zo meteen eventjes uitleggen hoe dat precies zit. Nou, ik ga beginnen even de producten te laten zien. Ik heb hier allereerst een nagelolie. Dat is deze. Deze ga ik niet testen. Deze heb ik al geprobeerd. En ik moet zeggen, hij ruikt echt heel lekker en hij werkt heel fijn. Er zit Real Flower Petals in. Heeft deze een naam gekregen. 01 Let Your Dreams Blossom. Er zit een heel handig kwastje in. Waarmee je dus eigenlijk de olie heel makkelijk op je nagels kunt aanbrengen. En ja, hij ruikt echt heel erg lekker. Ja, het is wel een beetje een zoete geur, maar ik vond hem zelf wel heel lekker ruiken. Heel fijn om op je nagelriemen aan te brengen als die wat droog zijn. En als je ze op je nagelriemen aanbrengt, kun je ze ook een beetje immerseren op je nagels zelf. Zodat die ook een beetje gevoed worden, want voor je nagelbed is het ook heel goed. Dat is allereerst deze. Dan heb ik hier een PH Reacting Lip Glow, dat is deze. Ik vind de verpakking heel leuk, want op de bovenkant staat dus een bloemetje. Deze heeft de naam 01 Happiness Blooms From Within gekregen. En dit is dus zo'n product die je aanbrengt op je lippen. En aan de hand van de pH-waarde in je lippen geeft die kleur af. Dus bij de ene persoon zal die wat lichter van kleur zijn, omdat de pH-waarde bijvoorbeeld wat lager is. Bij iemand met een hogere pH-waarde zal de kleur wat donkerder zijn. Dan heb ik een stick en die is zowel voor de wangen als de lippen. Heeft de naam 01 Live Life in Full Bloom gekregen. Dat is deze stick. Zowel dus voor je wangen als je lippen. Dus heel leuk. Dan hebben we een hele mooie highlighter. Dat is deze met de naam 01 Bloomweld in Shine Bright. Het is een duo highlighter, dus met een donkere en een lichte kleur. Heel leuk. Ik zal het zo meteen natuurlijk wat beter laten zien. En het laatste wat ik heb is een heel mooi oogschaduwpalette met een soort jute stof hier. Deze heeft de naam 01 Choice What Makes Your Heart Blooms gekregen. Heel erg mooi palette ook. Ik ga jullie zo even wat inzoomen en dan gaan we de producten eens gewoon uitproberen. Ik heb de basis overigens al op mijn gezicht zitten, de foundation en de concealer en dat soort dingetjes. We hebben gezellig weer even een haarbandje ingedaan. Nou leek het me handig om te gaan beginnen met deze lipglow, omdat ik eigenlijk 2 producten heb voor de lippen. Mocht deze nou echt heel donker uitvallen, of heel licht uitvallen moet ik zeggen, kunnen we ook altijd nog deze op de lippen gaan proberen. Dus ik wil beginnen met deze. Ik heb een spiegeltje, die ga ik even gebruiken om hem aan te brengen. Kijk, hij is ook transparant zoals je kan zien. Ik kan hem al even zwartje voor je, maar op mijn hand doet hij echt letterlijk helemaal niks. Dus ik hoop dat hij op de lippen er wat beter uit gaat komen, maar dat moet ik even gaan zien. En dan kunnen we gewoon even wachten om te zien hoe die reageert op mijn lippen, omdat het kans is dat hij nog wat intenser wordt. Nou, ik vind hem op zich best wel mooi. Hij is niet heel donker van kleur, maar het is ook niet heel licht. Ja, dat is dus echt met die pH-waarde die in je lippen zit. Hoe hoger die is, hoe intenser de kleur. Dus op het eerste gezicht ben ik hier eigenlijk wel tevreden over. Maar dat is dus echt voor iedereen heel persoonlijk. Want ja, dat ligt dus echt aan de pH-waarde. Maar zoals ik het kan zien is de pH-waarde voor mijn lippen vrij hoog. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. Voelt ook fijn aan op de lippen, moet ik zeggen. Ja, we gaan gewoon even aan het einde kijken als ik de hele look klaar heb hoe het er dan verder uitziet. Dan gaan we beginnen met deze stick. Dat is dus deze. Die kun je dus op twee manieren gebruiken. Die ziet er zo uit. En die is vrij intens zoals je kan zien. Dus ik ga even een kwastje pakken. Ik heb even een blendingskwast. Daar ga ik wat op aanbrengen. Ik heb dus nog geen poeder op. Want na de hand ga ik het afpoederen. Ik heb nu wat aangebracht. Ik hoop niet dat het te veel is. Want ik zie dus inderdaad dat hij echt wel heel intens is al. Hier op de kwast. En ik ga het er gewoon een beetje opstippelen, denk ik. Je kan dit ook met je hand doen, hè. Ik denk dat ik hem zo met mijn vingers een beetje ga uitblenden. Want het is nu natuurlijk wel heel roze. Laten we de andere kant ook even doen natuurlijk. Je hebt niet veel nodig. Dat zie ik al direct. Oeh, intens hoor. Ik ga hem een beetje uitblenden met mijn vingers. Oh, ja, hij blijft intens, maar hij wordt al wel wat natuurlijker. Ik ga zo meteen ook mijn gezicht afpoederen en dan kunnen we zien of de kleur intact blijft natuurlijk. Maar als je dit gebruikt heb je echt niet veel nodig. Nou, ik ga het heel eventjes afpoederen, dan kom ik bij jullie terug en dan kunnen we ook gelijk zien of dat de kleur mooi intact blijft als er een poedertje overheen zit. Oké, hij is nu afgepoederd. Ik heb er ook een beetje bronzer bij aangebracht. Ik vind wel dat hij na het poederen wat minder zichtbaar wordt. Hij wordt wat zachter en op zich is dat helemaal niet erg. Maar ik vind wel dat het een klein beetje wegvalt na het poederen. Dus dat vind ik wel jammer, want ik vond hem eigenlijk zonder poeder wel heel mooi natuurlijk. Je ziet hem nog wel lichtjes. Misschien zien jullie hem beter dan dat ik hem zie. Misschien dat het op de camera anders overkomt. Maar ik vind dat hij een beetje wegvalt na het poeder. Dat is wel een beetje jammer, maar goed. Dan gaan we nu de highlighter aanbrengen. Zoals ik al zei, hij heeft echt een hele mooie binnenkant. Die ziet er dus zo uit. Ik zal hem een beetje swatchen ook. Ik heb hem hier geswatcht, maar ik heb niet het idee dat hij echt heel erg mooi tot zijn recht komt met de swatch. Dus ik hoop dat hij op het gezicht wel heel mooi gaat zijn. Dus ik ga even mijn kwastje pakken. Ik breng gewoon wat aan. Ik ga er een beetje dubbel in, zodat we een beetje de combinatie hebben van beide kleuren. En dan ga ik hem aanbrengen. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel zie gebeuren. Ik denk wel dat je hem een beetje moet opbouwen. Jawel, jawel. Nu begint hij te komen. Oké, andere kant natuurlijk. Ja, ik vind wel dat je hem echt een beetje moet opbouwen hoor. Want anders dan vind ik hem wel wat aan de lichte kant. Maar met meerdere laagjes begint hij wel te komen. Ja, nu zie ik een hele mooie glow. Het is niet heel intens, maar een beetje subtiel. Maar dat is helemaal niet erg. Een beetje op mijn neus. Hoeft natuurlijk niet een glimwormpje te worden, maar een beetje is wel fijn. Nou, als je hem een beetje opbouwt, vind ik hem toch wel heel erg mooi. Hij is lichtjes subtiel, maar hij is toch wel heel erg mooi. Dus dat is wel, ja, heel erg mooi. Dus ik heb dus de combinatie van beide kleuren gebruikt. Dat is wel heel leuk. Dan gaan we door naar de ogen. Dat is dus het oogschaduwpalet. Dat is deze. En er zitten echt hele mooie kleurtjes in. Ik zal er eventjes een paar swatchen, zodat je een beetje een idee hebt wat het doet. Kijk, dit is de pigmentatie van het oogschaduwpaletten. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Heel interessant ook. Ik ga jullie even wat inzoomen en dan gaan we eens eventjes kijken wat voor ooglook we kunnen maken met dit palet. Oké, we zijn een beetje ingezoomd en ik wil vandaag voor een roze ooglook gaan. En ik ga beginnen met deze kleur hier aan de linkerkant. Deze, en die ga ik aanbrengen in de arcadeboog. Ik heb schone kwastjes, dat is natuurlijk altijd fijn. Ook wel belangrijk om schone kwastjes te hebben natuurlijk. Oké, dus we gaan met die kleur beginnen. Zo, pigmentatie zit er goed op. Oeh, ze zijn poederig, want ik tik ze nu eventjes af. En dat ga ik een beetje met ronddraaiende bewegingen breng ik het aan. Het is een subtiel kleurtje, maar hij is niet heel verkeerd. Maar je moet het dus wel een beetje aftikken, want anders dan is hij heel poederig. En dat wil je natuurlijk niet in je oogdoek. Maar eigenlijk na 2 keer eroverheen gaan, wordt hij al vrij goed zichtbaar. Ik vind hem wel heel mooi, moet ik zeggen. Oh, met rustige ronddraaiende bewegingen. Gaat het goed? Ja, mooi zeg. Heel leuk. Ja, die vind ik echt heel leuk. Dan wil ik eigenlijk wat meer diepte creëren en dat wil ik doen met deze kleur hier aan de, linkerkant. En daar pak ik dus weer een kwastje voor. En even kijken. Ik ga daar even een kwastje voor pakken en dan ga ik dus eigenlijk net onder dat randje wil ik hem aanbrengen waar je eigenlijk je oog fijn knijpt, zeg maar. Ik weet niet of deze kleur heel anders gaat zijn. Ja, zeker is die heel anders. Hij is veel meer roze. Oeh, leuk. En nu denk je misschien, oeh, het is wel heel erg roze, maar... Ik probeer altijd wel kleuren erbij te pakken die een beetje met elkaar matchen. Want ik vind in deze look bijvoorbeeld paars dan weer een beetje een tegenvalletje als ik dat zou gaan gebruiken. Maar hij is heel intens gepigmenteerd. Nou gaan we dat eventjes blenden met een kwastje. Ik heb natuurlijk weer alleen een hele grote, want alle andere blendingskwastjes zijn op dit moment weer heel vuil. Want ja, ik heb natuurlijk alweer make-up gebruikt en... Het is bijna tijd om de kwasten weer te wassen, maar ja, nu heb ik op dit moment alleen nog een grote. Maar dat blenden gaat eigenlijk ook wel heel mooi, want zoals je ziet blijft de kleur wel heel mooi. Je vaagt hem natuurlijk ietsjes uit, dus hij wordt ietsjes minder intens, maar hij blijft wel mooi hoor. Lekker fluffy eroverheen, een beetje zachtjes. Ja, ik vind hem leuk. In de buitenste ooghoek gaan we voor deze donkere roze kleur. Er komt overigens, dat wil ik even meegeven, nog een review online ook van deze. En dan ga ik ook nog de paarse kleuren in testen. Dus ga ik ook nog een look maken met de paarse kleuren. Dus als je daar benieuwd naar bent, zal ik het linkje in de beschrijving ook eventjes zetten van de review. Mocht je benieuwd zijn naar de paarse kleuren. Deze kleur die stempel ik als het ware een beetje op de buitenkant van mijn ooglid. Omdat ik het idee heb dat deze ook heel intens gaat zijn. Dus hier doe ik echt niet zo heel veel van op. Maar ik vind hem echt heel mooi. Wauw. Leuk. Even blenden. Ik ben het iets moeilijker met zo'n grote kwast, maar oké. We doen het ermee. Ja, heel mooi vind ik het. Ja, ik vind het zelf heel leuk. Dan wil ik op het bewegend ooglid verder dit kleurtje gaan aanbrengen. En die doe ik eigenlijk een beetje als basiskleurtje, want het leek me leuk om ook wat van de glitter aan te brengen. Die ga ik zo een beetje met mijn vinger aanbrengen om te kijken hoe dat staat als je er ook een beetje glitter overheen gooit. Misschien wordt het wel te hoor, maar ja, dan hebben we het in ieder geval gewoon geprobeerd. Ja, mooi basiskleur. Ik vind hem zo al wel heel mooi, maar ik vind hem toch leuk om te kijken wat er gebeurt als ik wat van de glitter aanbreng. Zie je het? Oeh, ja, intens. Heel intens. Wauw, leuk. Oh, heel leuk. Nou, mooi zeg. Er zit alleen geen highlight kleurtje in, dus ik ga een beetje... met het highlight kleurtje, de highlighter, ga ik dus een klein beetje op mijn wenkbrauwbot aanbrengen aan de binnenkant van mijn ooghoeken. Ik vind het zelf altijd een leuke toevoeging om dat te doen. Oh ja, dan moet ik wel weer eventjes dat spiegeltje hebben natuurlijk. Handig. Goed bezig. En dat vind ik gewoon mooi, zodat het net even iets strakker eruit ziet. Wauw, maar ik vind hem vet hoor met die glitters. Kijk. Moet je ding zijn. Ik weet niet hoe anderen daarover denken natuurlijk. Maar ik vind hem heel leuk. Ja, super vet. Ik ga de ooglook even verder afmaken en dan kom ik bij jullie terug. Want het lijkt me dan toch leuk om ook deze nog even op de lippen te proberen. Want ik vind eigenlijk deze al prachtig, maar gewoon even om te kijken hoe dat staat. En uiteindelijk wil ik wel voor deze gaan, dus ik zal deze na wel weer aanbrengen. Maar dan weet je in ieder geval ook hoe die op de lippen is. Dus ik ga dit eventjes afmaken. Nou, en zo ziet het eruit als het dus helemaal af is met mascara en een eyelinertje. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt heel erg mooi, moet ik zeggen. Nou, ik wilde dus die stick nog even op mijn lippen gaan proberen. Zoals ik al zei, ik vind eigenlijk de kleur die erop zit gewoon al prachtig. Maar gewoon even om te weten. Maar ik weet nu al wel dat ik voor die kleur, voor het kleurtje wil gaan die ik net aanbracht. Dus we gaan nu de stick een beetje aanbrengen op de lippen. Oh, nou dat is dus eigenlijk niet echt een goed idee, want ik heb dus nu haartjes eraan zitten. Op de lippen ziet hij er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Ik ga hem eventjes een beetje over mijn hand heen rollen, dat die haartjes eraf zijn. Ja, ik vind hem op de lippen ook wel heel erg mooi zo om te zien, moet ik zeggen. Maar ik vond het kleurtje wat erop had zitten wel heel erg leuk. Dus die gaan we gewoon weer eventjes opnieuw aanbrengen. Want er zitten nu ook allemaal haartjes in mijn lippen. Omdat ik hem dus over die kwast heb gehaald. Dus dat was absoluut geen succes. Ah, godsie. Dit is niet fijn. En dan gaan we gewoon weer eventjes die lipglow aanbrengen. Want ik vind hem echt heel mooi geworden. Nu even voordat hij tot uiting komt. Zo, dat voelt beter. In ieder geval die haartjes eraf. Ik ga eventjes verder mijn haren en zo doen. En dan kom ik bij jullie terug om even de collectie nog door te spreken. Van wat ik nou precies van de producten vind. Nou, wat vinden we van de collectie? Deze vind ik dus heel fijn. Die heb ik verder met jullie niet meer getest. Maar die vind ik echt heel fijn. Dus ja, ik vond mezelf heel fijn. Deze stick, de Lip and Cheek Stick. Nou, Ik zie hem op mijn gezicht echt totaal niet meer terug. Het is heel jammer, maar na het afpoederen is hij wel compleet verdwenen. Ik vind hem op de lippen op zich hartstikke mooi. Alleen is het hem dan waard om te kopen. Kijk, ik ben wel heel blij dat ik hem heb. Maar omdat hij voor de wangen eigenlijk wel totaal wegvaagt zodra je hem afpoedert. Terwijl hij in het begin er echt heel mooi uitziet. En na het poederen zie je hem niet meer. Ik heb net ook nog wel even in de spiegel gekeken en ik zie hem echt niet meer. Denk ik dat je de overweging zou kunnen maken van, wil ik dan deze hebben omdat ik hem voor de lippen mooi vind? Of ga ik dan toch voor de lip glow? Dus ik vind deze een beetje een twijfelgevalletje. Ik denk echt dat je die conclusie zelf moet trekken van, wil ik dat doen, ja of nee? Nou, die lip glow die vind ik echt fantastisch. Ik vind hem echt heel mooi. Maar goed, dit is natuurlijk ook een risicootje. Want het ligt dus aan de pH-waarde van je lippen. Hoe hoog die is, misschien weet je al een beetje hoe hoog de pH-waarde van je lippen is. Omdat je bijvoorbeeld vaker van dit soort producten hebt gehad. Maar bij mij is die heel mooi uitgepakt. Dus ik zou hem zeker aanraden. De highlighter vind ik uiteindelijk ook heel mooi. Hij had even wat opbouw nodig, maar toen vond ik hem uiteindelijk toch wel heel erg mooi worden. Dus die zou ik ook zeker aanraden. En het oogschaduwpaletten, ja, die vind ik fantastisch. Die vind ik echt heel mooi. Die zou ik ook zeker aanraden. Hele mooie kleuren. Het moet wel je ding zijn. Het zijn wat fellere kleuren. Goede pigmentatie, wel wat poederig. Tik ze eventjes af. Goed te blenden. Maar de kleuren zijn echt fantastisch. Dus ja, ook dit paletten zou ik zeker aanraden. Nou, ik vind dat Essence weer een hele leuke trendeditie heeft neergezet. Ik ben blij met de producten. Ik ben blij dat ik ze lekker kan gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij misschien al een van deze producten hebt weten te bemachtigen. Of dat je naar aanleiding van deze video zegt, ik zou het leuk vinden om producten uit deze collectie te kopen. Ze zijn verkrijgbaar tot begin mei, staat er in het persbericht. Maar hou er rekening mee dat het vaak wel wat langer in de winkels ligt. Ik heb ze zelf online gekocht. Ik zal ook even de link neerzetten. Mochten de producten daar nog te koop zijn waar ik ze besteld heb. Want dan zou je ze ook altijd nog kunnen bestellen. Ik ben in ieder geval heel tevreden over deze collectie. En ik ben ook wel benieuwd wat je van de look uiteindelijk vindt, hoe het is geworden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!